Zondagmiddag 2:30. Dan is het zover en speelt FC Groningen de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Tegenstander Go Ahead Eagles uit Deventer. Eindelijk begint het. We hebben al 2 mooie wedstrijden gehad eigenlijk in Europa, maar nu kan de competitie weer beginnen, dus ik heb er zin in. Ik kijk er toch 6 weken naar uit. En we hebben natuurlijk ook een beetje sfeer kunnen proeven tegen Aberdeen, maar het gaat nu echt om het Echi en ik heb er heel veel zin in. Extra speciale wedstrijd, ik ben daar natuurlijk ook begonnen, dus ook gelijk terugkeren, maar nog belangrijker mijn competitiedebuut tegen Go Ahead Eagles. Burnett en Hateboer lijken niet inzetbaar te zijn. Van Nief en Hiarier staan klaar als hun vervangers. Nick van der Velde verwacht niet dat FC Groningen daardoor in de problemen komt. De ploeg staat goed, iedereen is op elkaar ingespeeld nu. En het is nu aan ons om te laten zien dat we er echt klaar voor zijn. En dat zullen we zondag wel zien. Ja, als groep denk ik wel dat we er klaar voor zijn. We hebben, we hebben een goede voorbereiding gehad. We hebben natuurlijk Europa League wedstrijden gespeeld. Dat zijn toch potjes waar het om gaat. Dus dat hebben we wel voor op de andere teams, denk ik. Tegenstander Go Ahead Eagles eindigde vorig seizoen op de 13e plek. Ze staan altijd bekend als een goed voetballend team. En vooral in de Adelaarshorst kunnen ze een stukje extra. En daar zijn we op voorbereid. En wij gaan ook met de strijdplannen naartoe. Ze zijn op zich een voetballende ploeg. En wij zijn dat ook. Dus ik ga vanuit van een mooie wedstrijd. En met overwinning over ons. Ze hebben vooral het publiek erachter. En een jong team. En, maar goed, we moeten niet naar hun kijken. We kijken gewoon naar onszelf. En we moeten proberen het stadion stil te krijgen daar. En daar kunnen we alleen maar zo voor zorgen. Vorig jaar, vorig seizoen, scoorde jij en tegen Go Ahead en je scoorde de eerste competitiewedstrijd. Dat moet een goed voorteken zijn voor deze wedstrijd. Ja, klopt, dat zou je zeggen. Maar de eerste competitiewedstrijd vorig jaar was goed. En tegen Eagles had ik ook gescoord. 2 keer eigenlijk, ook hier thuis. Dus ik ga ervan uit dat ik zondag weer ga scoren. Dus komt goed. De wedstrijd begint zondag om 2:30.